Goedemiddag, voor de camera, Lex Boot, Nieuwe Kerk Harderwijk. Goeiedag. Er staat een maand voor de deur. Wat gaat er gebeuren in de Nieuwe Kerk? Ja, we zijn hier dus in de Nieuwe Kerk in Harderwijk. De Nieuwe Kerk is aan de Stationslaan, Stationslaan 112, het midden van de Stationslaan zo'n beetje. Komende maand, de maand november, is landelijk de maand van de spiritualiteit. Dat is bedacht door een aantal omroepen, KRO, NCRV, Icon, Dagblad Trouw, maar andere mediaorganen haken daarbij aan. En veel centra, spirituele centra en kerken in ons land. De hele maand zijn hier elke dag open bijeenkomsten voor alle mensen uit alle hoeken van de stad rond het thema spiritualiteit. Nou, denken sommigen daarbij van alles en nog wat, maar daarbij moet je vooral denken aan het vuur, aan wat ons drijft, wat ons voortdrijft in dit leven. Nou, er zijn gesprekken over, studies over, en het wordt vast een hele boeiende maand en ook u bent van harte uitgenodigd. Dominee Schuurman aan het woord. U hebt ook nog het een en ander uit te leggen over de maand van de spiritualiteit. Ja, mijn collega die noemde al dat ze bijna iedere dag hier activiteiten zijn. Om een van die dingen te noemen, en daar gaat ook een deel van het filmpje over. De fotografe Mathilde Kroon heeft een foto-expositie in onze kerk hangen rondom kruisen, eigenlijk rondom begraafplaatsen. Nou, iedereen komt wel een keer of meerdere keren in zijn leven helaas op een begraafplaats. En dan zou je denken, daar is het vooral de dood die er heerst. Maar zij laat in haar fotowerk zien dat dood en leven alles met elkaar te maken hebben. En in de maand van de spiritualiteit hebben we ook een avond speciaal rondom haar expositie. En vragen we ons ook af van hoe inspireren die foto's ons om na te denken over leven en dood. Nou, wat ook heel aardig is in die maand van de spiritualiteit, is dat we open meditatieavonden bieden. Onlangs is het handboek Christelijke Meditatie verschenen. Daar hebben veel Harderwijkers ondertussen wel van gehoord. En het is ook veel verkocht hier. Bij de boekhandel Plantage ligt hier onder andere in de winkel. Maar wij hebben hier in de Nieuwe Kerk een zekere, ja, hoe moet je dat zeggen, een zekere beweging. Misschien klinkt dat te groot, maar er is een groep van mensen die op die wijze bezig zijn om hun geloof te verdiepen. Een aantal mensen daarvan hebben ook meegewerkt aan dit boek. En nou zijn er ook veel mensen, zowel van de kerken, maar ook van buiten de kerken, die heel nieuwsgierig zijn. Die zeggen, ja, maar wat is dat dan? Nou, in die maand van de spiritualiteit bidden we avonden waarin je gewoon kunt komen kijken. Je kunt aanhaken. Je kunt even proeven van wat dat nou is. En ik kijk even in mijn programma. Dat is op dinsdag 1 november. En op woensdag 16 november. Dan zijn er open meditatieavonden. Maar er is ook een meditatieve wandeling. Dat is dus op een andere manier weer bezig zijn. En die is op zondagmiddag 20 november. Zondagmiddag 20 november om 3 uur is die meditatieve wandeling. Als u daar meer over wil weten, moet u maar even kijken op onze website of op mijn website www.lexboot.nl. Een klikje. Ja, er zijn ook al heel wat onderwerpen gepasseerd. Maar om nog maar eens even wat te noemen, want er is echt voor elk wat wils. Er is een bibliodrama en we hebben de officier van het leger des Heils, Jolande Venema, daarvoor gevraagd om daar met ons mee aan de slag te gaan. Een andere mogelijkheid is om te gaan schilderen, mandala schilderen. Een hele creatieve werkvorm kun je daarmee aan de slag gaan. En ook aansluitend bij het landelijke thema, leef, er is een essaybespreking. Sophie van der Stap, een bekende romanschrijfster, heeft een essay geschreven, speciaal voor deze maand. En het essay wordt gelezen met elkaar als een soort leeskring. Nou, ook maar weer een voorbeeld van allerlei activiteiten en mogelijkheden die hier deze maand zijn. Nou, en wij sluiten deze hele maand van de spiritualiteit uiteindelijk af op woensdag 30 november met een film. Een film Troubled Water. Dat is een film, als je die gezien hebt, en misschien een aantal van u heeft hem wel eens gezien, dan blijft je dat bij. Er zitten diepere lagen in. We gaan er ook even met elkaar over in gesprek na die film. Maar kom om 8 uur. 8 uur woensdag 30 november voor de film Troubled Water. Wilt u meer weten over ons programma? De komende weken zal het gepubliceerd worden in Contact in de Harderwijker Krant. En kijk anders op onze website.